Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag een video, ik ruim mijn kast op slash ik verkoop het video. Voor de nieuwe kijkers die nu kijken. Hoi, mijn naam is Marilou Damien. Ik upload 2 keer in de week filmpjes. En vandaag heb ik dus een video voor mijn kast. Gaat ook verkopen via United Wardrobe. Ik laat een linkje hier onder achter, zodat je daarop kan klikken. En dan kan je meteen zien wat ik erop kwak. Even lekker op z'n Hollands gezegd. Oké, het wordt gewoon een klets slash opruim slash verkoop mijn kleren video. Ik heb echt mega veel kleren die ik nooit meer aandoe. En ik vind het gewoon super zonde die ik niet draag. En ik vind gewoon dat die kleren een tweede leven verdienen. Misschien vind jij mijn stijl wel leuk. Zoals jullie weten had ik in mijn vorige vlog mijn camera gebost. Echt een bummer. Ik zal even het linkje hier ergens zetten van die vlog. Dan kan je zien wat er is gebeurd. Het is een beetje awkward. Dus laten we maar gewoon gauw beginnen, want ik raad alweer door. Let's start. Oké. Okay. Let me see. Maar zoals deze. Ik draag het niet meer en ik vind hem echt nog super cute. Ik heb hem denk ik echt maar 2 keer aangehad. En ik vind het gewoon zonde om hem dan weg te gooien, weet je. Dus deze ga ik verkopen. En ik vind hem ook wel schattig, want hij heeft van die halve mouwtjes. En wat ik ook echt leuk vind, zijn die gouden dingetjes hier. Echt super schattig. Maar ja, zoals ik net al zei, ik draag het niet meer. Dus ik ga het ook niet meer dragen. En ik vind het zonde als ik dat gewoon niet gewoon verkoop. Ik heb even mijn jasje uitgehaald. Het wordt bloedheet hier binnen. Ik moet nog even mijn la opruimen. Want dat moet ik nu ook doen. Want het is nu echt chaotisch. Mijn kast ziet er over het algemeen wel goed uit. Maar mijn la, dat is echt another story ever. Oh my god, dit is echt heel erg. Oké, deze heb ik over het algemeen al vaak aan. Deze ook wel. Ik zit hier met al mijn broeken. En wat ik nu denk ik wel ga doen. Want deze pas ik nog wel. Maar heb ik het aan? Weet ik niet. Maar dan denk ik weer in mijn hoofd. Misschien kan ik hem ooit wel weer een keer aandoen met iets. Maar de kans dat het erin zit is echt 0,0. Dus ik denk dat ik deze weg ga doen. Ja. Ik ga er afscheid van nemen. Het is een maat 27. Van de H&M, dus al die maten zijn altijd anders. Maar dat is met zulke dingetjes aan de... Kijk. Ja, wij hebben samen heel veel plezier beleefd, maar het is nu tijd om afscheid te nemen. Dus deze ga ik ook willen kopen. Bye bye. Echt niet normaal veel broeken. En heb ik hier nog een laag met allemaal broeken en jurkjes. Echt, oh my god. Oh my god, ik weet niet waar ik moet beginnen. Oké, ik heb hier nog wat meer broeken. En dit zijn een beetje de gekleurde variaties. Ik heb echt 1 witte broek, of all things. Nou, dit is wat ik allemaal hou. Want ik denk dat ik ze nog ooit een keer ga aantrekken. Hoop ik dat ik dat ga doen. En hier weet ik niet. Ja, deze ook nog wel, maar die moet ik nog steeds in laten korten. En dan heb ik deze nog. Die vond ik wel echt heel erg cool met die dingetjes. Dus die hou ik ook nog. Ja, die hou ik ook nog. En dan hebben we de Bershka en die aan. Die laat ik ook nog zo. Oeh, moeilijk. Dus ik doe deze 2 doe ik sowieso weg. Dus die ga ik daar brengen. Bij de kleren die ik weg doe. Even kijken. Deze. Ik zal ze even aandoen voor jullie. Zodat je kan zien hoe ze staan. Oké, dus die 2 broeken, die doe ik ook weg. Ja, de rest hou ik nog wel eventjes. Ja, de rest vind ik nog wel leuk. Ik ga nu even al die broeken weer in mijn kast doen, want ze liggen nu overal en nergens. En dan ga ik op naar la nummer 2. Want dit is echt mijn favorite book of
all times. Ik heb hem toen een keer bij de Zara gekocht. And I love this one. Echt, ik hou zo van. Ik ga hem even aandoen. Oké, dit is dus het topje die ik echt laatst nieuw heb gekocht. En ik ben zo in love met deze. Ik vind die strepen zo vintage, old school look. I totally love it. En ik had ook nog iets anders gekocht. Waar is die? Oh ja. Ik vind het zo kikke cool. Ik vond het zo gaaf. Dus ik dacht, nou die moet ik hebben. Ook uit een vintage winkel in Arnhem was het. Het is een beetje een straatje achteraf. Dus niet echt in de mainstream. Maar ja, ik heb dus nu die broek aangedaan. Wat ik zei, wat echt mijn favoriete broek is. Ten eerste, hij choupeert mijn buik helemaal naar binnen. Dus, oké, even normaal praten. Hij zorgt dat mijn buik helemaal weggaat. Een soort van magie. Ik love it. Vooral met dit. Met deze dingen. En je kan ze ook dus open dragen. Kijk, dit is wat ik bedoel. Hij geeft gewoon een tjak. Zo die taille. Zo. Dit is toch de perfecte lengte. Dat hij gewoon lekker hoog zit. Maar dat je dat niet dat onderbuik effectje krijgt. Wat je heel vaak bij van dat stretchbroekige dingen krijgt. Dan is hij wel high-waisted. Maar of high-waist. Waisted is dronken meer. High-waist. Maar dan zie je daaronder dat buikje. En dat vind ik dus niet mooi. En bij deze doet hij dat niet. En I love that. Ik ga even mijn zonnebril opruimen. Dus dat is echt fabotastisch. Ik heb nu echt heel mega cool alles gesorteerd. Dus de kleurenbroeken op de kleurenbroeken. En de zwarte broeken op de zwarte broeken. En de jeans, zeg maar, op de jeans. Ik hou van Monkey. Ik ben zo verslaafd aan Monkey. En ik krijg ook een beetje dat vintage look. En hij zit ook hoog op je enkel. En tegenwoordig is de trend om dan sokken eronder aan te doen met sneakers. Love it. In de 80's. Echt begin 80's. Gewoon een tiener moeten zijn. Love it. Want wij hebben samen nog veel te veel lol. Ga ik echt even verder met opruimen. Want anders blijf ik al mijn kleren laten zien. En dat is niet de bedoeling. Dus we gaan opruimen. Opruimen. Ik heb op mijn Instagram een foto ervan gemaakt. En ik vind hem gewoon super cute. Ja, hij is ook een beetje high waist. Dus hij komt vrij hoog op je taille. En deze, ik doe hem gewoon even aan. Hij zit hoger dan die andere zit. Maar zie je, je ziet dat buikje ook weer niet. Maar hij is wel heel, heel lang, is hij. En die knoopjes en dat maakt het helemaal af hier. Even kijken. Nee, dit vind ik wel netjes. Alleen deze. En ik doe deze weg omdat het een beetje een stretchy vorm heeft. Dus zoals ik al zei, ja, ik heb een beetje een onderbuikje gekregen. Dus ik vind dat niet zo mooi als je dat zo ziet. Hij is wel echt super leuk. Kijk, hij is wel super lang. En je kan hem wat hoger dragen. Als je wil. Dan is hij onder wat korter of wat meer op je heup. Kan ik weer andere broeken in doen? Want ik heb hier nu. Kijk. Oh nee, ik heb daar niks. Kijk. Dit is nog een broek. Dus die kan hier. Nou. Dat is mooi. Deze heb ik nog wel aan. Vaak. Deze niet zo vaak, maar het is ook niet zo vaak lekker weer. Die ook. Oh jee, dit heb ik best wel vaak aan allemaal. Deze niet. Nee, deze niet meer. Hij is overigens wel heel leuk. Het is een jurkje. Ik vind het zo moeilijk. Zou ik hem wegdoen? Ik heb hem echt bijna nooit meer aan. Nee, ik bewaar deze nog wel. Ik voel nog niet dat ik deze weg moet doen. Even kijken. Ja, deze had ik toen een keer in New York gekocht. Nee, deze nog niet. Tja. Weet je wat ik lastig vind? Ik weet gewoon dat ik dingen echt niet meer aandoe. En dat ik ze gewoon weg moet doen. Maar ik kan er geen afscheid van nemen of zo ergens. Weet ik hoe lang in mijn kast liggen te verstoffen. Dus why am I doing this? Eigenlijk gewoon wegdoen, ja. Even kijken. En deze heb ik toen een keer in, wat was het, New York gekocht volgens mij. En dit is totaal niet mijn stijl. En het is totaal ook niet wat ik heel vaak draag of zo. Helemaal niet. Het is een beetje dat western country-achtig. Maar ik dacht, want hij was in New York zo spotgoedkoop. Want wij gingen daar toen heen. Black
Friday? Ja, Black Friday was. En alles was echt mega goedkoop. Dus ik dacht, nou, als ik dit niet meeneem, dan krijg ik er echt spijt van. En sinds ik terug ben gekomen vanuit New York, is echt al 3 jaar geleden, hangt hij nog steeds zo netjes in mijn kast. Ik heb soms gewoon echt een emotionele band met sommige kledingstukken. En alsjeblieft, als jij dat ook hebt, laat me dat even weten, oké? Want dan voel ik me niet helemaal solo mio in dit soort rare dingen. Oh jee, ik kom er niet bij. Oké, dit is echt een nadeel van klein zijn. Excuse me. Dit. Ik weet eigenlijk niet echt waarom ik dit heb gekocht. Deze. Werkelijk waar, nog nooit aangehad. Nee, ik heb hem echt nog nooit aangehad. Ik weet niet of ik hem wil houden of dat ik hem weg wil doen. Ik draag zulke dingen eigenlijk bijna nooit. Ik snap ook niet waarom ik dit soort dingen dan koop. Dan heb je het gevoel dat je in de winkel bent en dan zie je al die kleren. En dan moet ik gewoon met 1 ding thuiskomen. Ik moet gewoon in ieder geval 1 ding als ik niks heb gevonden. Oh ja. Deze misschien nog. Hij is op zich wel heel erg leuk. Maar voor de rest, ja. Hij is wel echt super leuk hoor. Als ik hem zo aan heb, denk ik ook op hem. Kijk, het is ook een gebreide stof. Dat is ook wel fijn. Ik ga hem verkopen, ja. Ja, ik denk deze dan. Ik vond hem leuk, maar ik heb hem ook wel aangehad. Kijk, van die bloemetjes zie je. Je kan hem ook natuurlijk in je broek stoppen zo. Ja, deze ga ik ook verkopen. En deze ook nog. Dit zijn alle kleren. Die ik dus allemaal weg ga doen. Oké, dit was alweer het einde van mijn video. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. Zodat ik weet dat ik dit vaker moet doen. En vergeet dan ook niet te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken. Nou, hè? Dat doe je door hieronder te klikken. En dan zie ik jullie weer bij mijn volgende video. Vanaf volgende week begin ik weer gewoon met vloggen. Deze week heb ik dus maar 1 video online op de dinsdag. De vrijdag even niet. Want ik zit een beetje in stress met mijn nieuwe camera. En hoe ik dat allemaal ga doen. En het was echt crazy druk deze week voor mij. Want ik had ook visite vanuit Aruba. En ja, het was gewoon hartstikke druk. Dus bij deze. Dus volgende week weer een nieuwe vlog en dan zullen jullie zien. En ik heb echt heel erg leuk en spannend nieuws, maar dat vertel ik later allemaal. Ik kan het bijna niet geheim houden, maar kijk maar gewoon de volgende keer. Want ik heb echt iets heel spannends te vertellen. Oké, dus dat. En zoals ik al zei, hier een linkje naar beneden voor mijn United Wardrobe. Vind je iets leuk, dan holler at me. En ja, dat was het eigenlijk. Mijn kast ziet er weer helemaal spikkerspan uit. Jullie weten van mij dat ik altijd wel mijn kast een beetje georganiseerd hou. Dus het was niet heel veel werk, heel veel opruimwerk. Maar ik ben blij dat ik het nu heb gedaan. En dat het nu klaar is en dat ik weer er tegenaan kan. Doei!